Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Kindjes zijn lekker aan het spelen, zoals je hier ziet. En in de box ook. In de box is Liam lekker aan het spelen. Ik ben ondertussen mijn wassen aan het doen, aan het opvouwen enzovoorts. Ik haal gewoon iedere keer iets naar beneden, want ik had nog wel veel was om op te vouwen. Dus daar ben ik nu mee bezig. Je hoeft afblijven. De veel op de grond. En als madame één poging krijgt om iets te grappen, dan doet ze het. Dus ja, ik ben eventjes dingetjes aan het doen. Ik heb ook alweer een was aanstaan. Dus ja. Straks heb ik controle in het ziekenhuis. Dan komt Bianca hier in huis met Milo. En die komen dan op de kindjes letten. En dan kan ik eventjes naar het ziekenhuis toe om controle te hebben. Het is gewoon hartslag meten, dat soort dingen. Dus niks aparts. Het is gewoon allemaal hopelijk zo gedaan. Tot nu toe is het altijd goed geweest. Zowel met Jordi, Liam. Dus ja. Het is dat je polyklinisch moet je vaker, naar mijn idee moet je vaker je gezicht laten zien. Dus af en toe is dat best wel irritant. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer fijn, want je hebt net die extra controle dat je eventjes bekeken bent. Alhoewel dat nog niet altijd iets wil zeggen hoor, want bij Jordi ben ik na 35 weken bevallen en heb ik gewoon dezelfde controles gehad. En er wees niks uit dat ik zou gaan bevallen. Dus. Ja. Maar goed, ik ga even verder met mijn was. En dan, als ik dat weer klaar heb, dan is het alweer tijd voor fruitje voor de kinderen. Dan moet ik dat gaan maken. En zo gaan we de dag verder. Zoals jullie weten heeft Jordi maandag macaroni gehad. Daar loopt hij altijd van vast. En we moeten het eens in de zoveel tijd, moeten we het sowieso proberen hoor. Of dat dan nog steeds het geval is. En hij begint nu een beetje vast te lopen. Dus hij krijgt s'morgens krijgt hij altijd macro golfpoeder in zijn fles. En aangezien hij nu dus een beetje vast aan het lopen is, krijgt hij het nu ook in zijn fruitje. En dan wordt het allemaal wel wat vloeibaarder van. Dus dan moet ik een beetje met Jordi mee uitkijken. Hallo? Nee, dat is niet de bedoeling, meneer. Blijf eens van je broers stoel af. Zo. En als het goed is, kan ik het hier een heel lang mee tegengaan. Anders heb ik altijd nog wel andere middelen hoor, daar niet van. Maar dit is de eerste stap. Om er zo vlug mogelijk bij te zijn. En meestal werkt dit wel hoor. Als je niet te veel van spullen krijgt waarmee hij vast kan lopen. En dat krijgt hij nu ook niet, want daar heb ik expres op gelet. Dus hij krijgt nu dan extra. Maar het is niet zo dat hij extreme buikpijn heeft of zo. Maar ik merk het in de luiers. Merk ik dat hij een beetje vastloopt. En ja, dan is dat voor mij al een teken om er iets mee te doen. Ha? Goed zo. Fruit. Want als je het verschil gaat zien. Dit is het fruit eigenlijk wat ik voor Jordi had gemaakt. Zo beduidend dikker. Ik weet niet of jullie het goed zien. En dit is het fruit wat ik voor Jordi heb. Voor waar de macrogolpoeder in zit. Dus dat is beduidend dunner. En daar heb ik er niks anders aan toegevoegd dan alleen de poeder. Dus dit is wat eigenlijk wat de macrogolpoeder doet. Ja, het is een lekkere hè. Je moet je hoofd recht houden, Jordi. Ik lig al even in bed. En ik heb ondertussen een telefoontje gekregen. Gisteren was ik ook al gebeld door mijn internist. Vandaag ben ik gebeld door de medisch verpleegkundige van bariatrische chirurgie. Dat is voor de gastric bypass die ik heb gehad.
De internist houdt mijn schildklier bij. De bariatrische, in ieder geval die vrouw, die houdt mijn vitamines en alles in de gaten. Sowieso met zwangerschap en na de zwangerschap. En de internist kwam erachter dat mijn schildklier niet goed staat. En daar heb ik dus aanpassing gehad op mijn medicatie voor. En de bariatrische medische verpleegkundige, die kwam erachter dat mijn eiwitten heel erg laag stonden. De inname van de eiwitten dan. En dat betekent eigenlijk, kort door de bocht, ik moet heel veel gekookte eieren eten, vlees eten, peulvruchten, dat soort dingen. Dus ja, alles, het hele plaatje compleet, betekent gewoon, daar komt jouw moeheid ook een heel eind vandaan. Want je kan niet herstellen. Als je niet genoeg eiwit in je lichaam hebt. En je schildklier, dus in principe de accu van je lichaam, die staat niet goed. Dan kun je gewoon niet goed genoeg herstellen als je slaapt. En dat is eigenlijk een beetje het probleem. Vandaar dat ik de laatste tijd gewoon echt heel erg moe ben. Ja. Ja, het heeft ook met de zwangerschap te maken. Dat klopt. Maar ik was met Liam, toen ik zwanger was van Liam, was ik ook niet zo moe. Tenminste, ik kan het me eigenlijk niet herinneren. Met Jordi was ik ook niet zo moe. Ja, het was allemaal wel iets lager, maar niet zo laag als nu. Maar ik ben nu echt gewoon op. Ik heb ook heel veel pijn in mijn spieren. En ja, ik heb gewoon, zeg maar, niet dat ik herstel of zo 's nachts. Momenteel. Dus daar moeten we op gaan lossen met voeding. Mijn internist die heeft hogere medicatie voorgeschreven. Die heb ik vanaf vandaag ook gepakt. Dus die moet ik voorlopig ook pakken. En ja, ik moet het met voeding een heel eind doen. Nou weet ik gelukkig wel het een en ander. Dus ik weet hoe ik het moet oplossen. Ze heeft net ook het een en ander even uitgelegd aan mij. Dus ja. In ieder geval, ik ga heel even. Oh, daar ga ik weer, hè. Ik ga even de douche in. Over een uurtje staat Bianca hier met Milo. En ja, dan moet ik om 3 uur moet ik weer gaan om even controle te doen bij het ziekenhuis. Gewoon bloeddrukcontrole en eventjes kijken of dat het kindje leeft. Nou, ik voel hem gewoon trappen, hoor. Dus volgens mij is er niks aan de hand. Dus, maar goed. Ik ga heel even douchen en mij gaan aankleden. En eventjes wat dingetjes klaarzetten voor de kindjes. Zodat Bianca niet allemaal hoeft na te denken en zoeken enzovoorts. En dan, dan is het alweer bijna avond volgens mij. Een hele goede morgen. Jordi krijgt momenteel zijn fles. Daarna ga ik Liam doen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd en dat heeft niks ermee te maken dat er iets niet goed was, want alles was gewoon prima. Het heeft ermee te maken dat ik gisteren thuis kwam, we hebben gegeten en toen ben ik in slaap gevallen. Ik was zo verschrikkelijk moe. Maar ja, dat heeft er dus mee te maken dat ik eiwittekorten heb en dat mijn schildklier gewoon weg niet goed staat. En ja, je bent zwanger, dus dan moet je daar gewoon rekening mee houden. Dus ik ben gisteren op de bank beland en ik ben in slaap gevallen. En Niels heeft de kindje naar bed gedaan. En toen ik eenmaal weer een beetje wakker was, toen heb ik hier eventjes opgeruimd en gedaan. En daarna zijn we naar bed gegaan. Dus ik had niet echt, zeg maar, iets dat ik denk van, nou, dit is vlogwaardig, hoor. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurd is. Dus zo dadelijk ga ik Liam doen. Die is al wakker, maar die ligt nu boven. Als ik die nou beneden neerleg, dan gaat hij schreeuwen. Want ja, hè, hij heeft ook honger natuurlijk. Ondertussen is Jordi nieuws aan het kijken. En daarna moet ik het kindje aankleden. En dan komt de visio. En dan gaan we lekker buiten oefenen. Dus dat is de bedoeling. En ik doe vandaag gewoon lekker rustig aan.
En ik weet niet wat ik ga filmen of hoe en wat. Maar ja, ik ga gewoon even rustig aan doen. Ik ben gewoon zo verschrikkelijk moe. Maar dat komt wel goed. Jongen. En nou zijn we boterhammetje aan het eten, zowel Jordi als Liam. Wil je happen? Bijten? Jawel. Happen? De ene keer doet hij dat wel en de andere keer moet ik weer een stukje afbreken. Dan moet je beter opletten, Gijs. Goed zo, lekker boterham. Hij had super goed geoefend. Mm. Ik ben super trots op hem. Mm. Ja. En Liam krijgt ook een boterhammetje. Kijk eens. Zo. Boterhammetje eten. Liam zit in zijn loopwagen. Hij is veel te moe om stil te zitten. Zij doet een beetje heen en weer. En Jordi zit ondertussen een filmpje te kijken. Kijk uit voor je hoofd. Dit. Oh, hier zijn ze ook pas op je hoofd. Gijs, pas nou op. Heb je alweer op, Jordi? Gijs. Kom nou. Hap. Er is iemand wakker. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Liam. Hallo. Was jij wakker? Oh, we gaan deze wakkere vent maar eens even uit bed halen. Er is nog iemand wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel horen, dat is Jordi. Hij zit te springen in zijn bed weer. Hallo. Hallo. Dag lekker stukkie. Nee. Heb jij lekker geslapen? Heb je lekker geslapen? Hallo? Ja joh. Zit hier ook nog scheetjes te laten ook? Het is je eigen bed, dus ik heb er geen last van. Hier. 1, 2. Hoppakee. Hallo. Hallo. Koekoek. Koekoek. Hallo. Hallo. Is zo'n groot bed. 1, 2. Boom. Ja! Kom maar, handje. Goed zo. Hallo. Ja. 1, 2. Boom! Ja! Nou, zo blij is hij dus met zijn bed. Ik ga hem uit bed halen, drinken geven, Liam de fles geven en eten koken. Want ook dat moet gebeuren.
Zoals jullie zagen was ik net bezig op de laptop. Ik ben bezig geweest met een versie te maken voor medisch kinderdagverblijf. Ons verhaal een beetje in beschreven. Alle ins en outs van Jordi. Ja, dus daar ben ik mee bezig geweest. Daar ben ik nu mee klaar, denk ik toch, want je hebt het ook gelezen. Mm-hmm. En daar ga ik morgen even mee verder. Voor nu ga ik deze ups en downs afsluiten. En gaan we lekker naar bed? Gaan we lekker naar bed. Ja, ik ga dit nog heel eventjes editen en dan ben ik klaar voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.